Hoi! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Plantenstekjes Gel. Ik ben Anushka en vandaag ga ik jou laten zien hoe je met botanische namen veel beter kan praten over je planten. Als je net met planten begint, dan kun je overweldigd zijn door alle moeilijke namen die planten hebben. Het klinkt als abracadabra en het lijkt veel makkelijker om het gewoon te hebben over de sprietplant of de gatenplant in plaats van al die moeilijke namen. En als je Latijn op school gehad hebt, helpt dat vaak ook niet eens. Want plantennamen zijn vaak een Griekse afleiding of een gelatiniseerde verbastering van andere talen. Dus daar kom je eigenlijk ook niet eens per se heel ver mee. En trouwens, supermarktketens hebben er ook helemaal geen kaas van gegeten. Want die verkopen al hun planten tegenwoordig onder de naam groene plant. Maar ja, daar is dus gelijk het probleem. Want hoe ga je nou informatie over de verzorging van jouw plant opzoeken als je alleen maar weet dat het een groene plant is? Dat heb je zelf ook al gezien. En hoe kan je nou ooit je verzameling aloe vera's of aloe's uitbreiden als je elke plant een aloe vera blijft noemen? Dus dat is lastig. In de wetenschap en de plantenwereld hebben ze daar een systeem voor gevonden. Dat heet botanische namen. Dat is dus waar ze mee werken. Dat zijn de lastige namen. En vandaag ga ik jullie meenemen in die wereld en ga ik ook uitleggen over hoe het in elkaar zit. Dus blijf zeker kijken, want dan kan jij straks de blitz maken met jouw kennis van botanische namen. De term botanische namen komt van het Griekse botané, wat eigenlijk gewoon plant betekent, of gras. Dus botanische namen zijn de namen die in de plantenwereld en in de wetenschappelijke wereld gebruikt worden. Nou, sinds mensenheugenis, zolang er mensen op aarde zijn, proberen ze natuurlijk al planten te identificeren. Want als jij voor je levensonderhoud afhankelijk bent van welke plant je wel kan eten en welke niet, dan wil je natuurlijk weten waar je het over hebt onderling en welke je dan wel wil verzamelen en welke niet. Vanaf de middeleeuwen werd er ook al heel veel nagedacht over allemaal kruidenmengsels en planten. Maar pas vanaf de 16e eeuw werd echt in de wetenschap naar planten gekeken. Werd er systematisch opgeschreven bij welke categorie ze hoorden en welke kenmerken ze hadden. En vanuit die stroming, die wetenschappelijke stroming, heeft in de 18e eeuw een Zweedse plantkundige, Carl Linnaeus, van de Linnaeushof, die naam, heeft het systeem van de botanische namen bedacht. En dat is super handig. Het wordt nog steeds gebruikt over de hele wereld. Er is zelfs een internationale code voor plantnaamgeving, zodat het systeem zuiver blijft. En of je nou in Engeland bent, of in Duitsland, of in Amerika, iedereen weet over welke plant je het hebt als je die naam gebruikt. Botanische namen lijken misschien een onsamenhangend geheel, maar eigenlijk zit er een heel logisch systeem in. Elke naam heeft tenminste twee onderdelen. Eerst wordt altijd het geslacht genoemd. Dat is een geheel van planten met dezelfde kenmerken. Vervolgens worden de specifieke kenmerken van die soort genoemd. Dat noem je de soortnaam. En als derde wordt er nog de cultivar genoemd. En dat is een samentrekking van cultivated variety, dus in cultuur gebrachte planten die je niet zo in het wild vindt, maar die speciaal als ras gekweekt zijn. Dus de cultivar is de rasnaam. Het is ook heel handig om te onthouden dat ze altijd in die volgorde genoemd worden. Dus eerst het geslacht, dat is met een hoofdletter geschreven. Dan de soort, met een kleine letter erachteraan. En de cultivar staat altijd tussen aanhalingstekens. En binnen de soortnaam wordt vaak in het Latijn of in een andere taal omschreven hoe de plant eruit ziet. Of bijvoorbeeld door wie die ontdekt is. Even een voorbeeldje. De graslelie, waar ik in een eerdere video al over gesproken heb, heet in de botanische namen de Chloropitum combosum. Chloropitum komt uit het Grieks van chloros, groen, en pitum, plant. En combosum komt uit het Latijn en betekent met veel bladeren. De groene graslelie was de eerste graslelie, dus de groene plant met veel bladeren. En vervolgens zijn er verschillende cultivars gekweekt. Deze cultivar heeft bijvoorbeeld een groene middenstreep. En in de botanische namen heet die de Chloropitum combosum variegatum. En variegatum betekent gewoon verschillend gekleurd. Daarnaast heb je er natuurlijk ook eentje met een witte middenstreep. En die heet de Chloropitum combosum vittatum. En vittatum betekent gestreept. Je hebt nog heel veel verschillende soorten, maar nu snap je een beetje hoe het werkt. En het leuke is dat die
dingen die erachter komen, bijvoorbeeld variegatum, variegatum, die komen heel vaak terug. Je hebt natuurlijk ook gewoon de monstera variegatum, wat ook gewoon betekent dat die verschillend gekleurd is. Dus als je meer van die termen weet en snapt wat ze betekenen, dan kun je ook veel makkelijker onthouden hoe die namen in elkaar zitten. En kan jij ook de blitz maken met jouw botanische kennis. Dus blijf zeker kijken naar volgende video's. Dan ga ik uitleggen hoe bijvoorbeeld de peperomia in elkaar zit qua naam. Chinese lantaarnplantje, allemaal andere planten. Dus vond je deze informatie nuttig en wil je meer weten? Abonneer je op ons kanaal en blijf elke keer kijken als er een nieuwe video online komt.